Hallo iedereen, een heel gelukkig nieuwjaar gewenst. Dit is meteen ook de eerste video van 2018. Welkom terug op ons kanaal. Ik hoop dat jullie fijne feestdagen hebben gehad en dat jullie nu een beetje fit zijn of niet. Misschien kijk ik deze video wel in bed. Ik weet eigenlijk niet zo goed wanneer ik deze precies ga plaatsen in januari, maar ergens in januari. Anyways, ik ben hier omdat ik een shoplog met jullie wil delen. En Larissa heeft eigenlijk ook al een shoplog van ASOS in december geüpload. En door haar shoplog was ik helemaal getriggerd om ook te gaan shoppen. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb het inmiddels binnengekregen. Nou, dit is mijn bestelling. En ik heb er nog niet aan gezeten. Ik heb nog niks gepast. Dus het is een beetje een first impression slash shoplog video. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe alles staat. Het is redelijk veel. In ieder geval genoeg om een hele video te vullen. En laten we maar meteen beginnen, want ik kan echt niet wachten. Nou, het eerste kledingstuk wat ik heb geshopt is dit leuke blouseje van de Monkey. Er is echt veel aan de hand hier. Hij heeft zeg maar een opstaand kraagje met van die roesjes. Hij heeft van die roesjes aan de voorkant. Hij heeft nog knoopjes. Dan heeft hij ballonmouwtjes die dan ook aan het uiteinde zijn vastgeknoopt. En hij is dus zwart doorzichtig met een printje van maantjes, sterretjes, zonnetjes en bliksemstichtjes. Oh, sorry, geen zonnetjes. Hartjes en bliksemschichtjes. En hij leek me gewoon heel erg leuk. Het is gewoon een blouseje die je met elke gelegenheid wel aan kan. Hij was niet super goedkoop trouwens, maar ja, ik weet niet. Als ik gewoon een goede blouse zie, dan wil ik hem toch wel bestellen. En ik ben heel erg benieuwd hoe deze staat. Nou, dit is hem als ik hem aan heb. Zo kan je hem veel beter zien. En het is wel echt een heel leuk blouseje, moet ik zeggen. De mouwtjes zitten dus zo een beetje bij elkaar. Dat heeft zo'n leuk effect. De maat is ook echt perfect. Dit is een maatje M. En hij is wel misschien een beetje netjes. Omdat dit zeg maar helemaal dicht zit. Met knoopjes, dan die roesjes hier. En dan die print is dan wel weer heel erg speels. Die vind ik echt heel erg leuk trouwens. De achterkant is gewoon precies hetzelfde. En ja, ik moet zeggen dat ik hem wel... Dat ik hem wel heel erg leuk vind eigenlijk. En ik was trouwens echt op zoek naar nieuwe tops. Omdat ik de laatste tijd heel veel nieuwe broeken shop. Maar eigenlijk helemaal geen tops. En ik kom een beetje tekort. Of tenminste, ik kom niet echt tekort. Maar ik kan er wel wat meer gebruiken, zeg maar. En deze top die ik heb uitgekozen heeft streepjes. En wat ik vooral heel erg leuk vond aan deze top. Is dat hij hele wijd uitlopende mouwen heeft. Ze zijn echt wijd. Kijk maar, dit is hoe breed ze zijn. En voor de rest is het dus eigenlijk gewoon een long sleeve. Dus hij is heel erg chill voor... Gewoon alledaags. En deze is van het ASOS merk zelf. Het stofje voelt wel echt super lekker zacht aan trouwens. Dus heel erg benieuwd hoe dit eruit ziet. Dit is de volgende top. En zoals je ziet is die een klein beetje cropped. Hij is niet super kort. Dus dat geeft net dat hele kleine randje. En ja, hij is echt precies zoals ik me voorgesteld had, zeg maar. Precies zoals op een model. Of tenminste, kijk, waarschijnlijk niet precies. Maar... wel gewoon wat ik ervan verwacht had. En dat is gewoon lekker een casual t-shirtje. En dan met van die wijde mouwen. Het staat wel heel erg speels. Ik zie wel dat hij een beetje kreukt. Maar dat moet ik gewoon eventjes strijken of stomen. Ja, ik vind hem heel leuk. En de streepjes zelf die zijn trouwens ook blauw. Dus je moet er wel van houden. Maar ik hou zelf wel van blauw. En ik vind hem wel heel erg leuk. Het is een beetje zo'n topje die je heel casual kan dragen. Maar toch ben je niet te casual. Omdat hij toch wel opvalt. En... gewoon heel chill. Ik vraag me af of ze deze ook nog in andere kleuren hadden, maar volgens mij niet. Dan heb ik hier nog een top. Verrassend, want zoals ik al zei, was ik dus op zoek naar tops. En deze heeft een heel leuk printje. Namelijk luipaardsprint. Ik ben daar zelf heel erg dol op, maar ik weet dat daar gemengde gevoelens over bestaan. Maar dit vind ik ook echt een hele leuke top, want deze heeft zo'n ingebouwde choker. Net als wat ik nu aan heb eigenlijk. Dat vind ik altijd heel erg mooi staan. En ook deze mouwtjes die zijn wat wijder. Dus ja, ik weet niet. Ik zag hem op de website staan en ik dacht, die wil ik. Dat lijkt me wel leuk. Gewoon eventjes zo'n lekker opvallende kekke blouse. Kek, ik zei echt serieus kek. Ja, oké. Okay. En het stofje is zeg maar een soort van, hoe noem je dat? Ik weet niet zo goed hoe je dat noemt. Crepe stof of zo? Of misschien verzin ik nu wel een term. Het is in ieder geval van die stof die niet kreukt. Dus je kan er van alles mee doen. En het kreukt dus gewoon niet. Dus je kan hem ook makkelijk mee op reis nemen en zo. Dat leek me heel erg chill. En ja, ik ben heel erg benieuwd of die net zo leuk staat als dat ik dacht. Oh ja, en deze top is trouwens van het merk Jacqueline de Jong. Ik ken het zelf niet, maar... ja, ik vond het wel een leuk blouseje. Dus laten we even gaan kijken hoe die aanstaat. De panterprint op. Ik moet zeggen, ik ben er niet 100% wild van. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Want ik hou gewoon van panterprint. Er zit een beetje zacht roze in. Die ingebouwde choker maakt het wel heel erg leuk. Het enige waardoor ik dus een beetje twijfel is omdat hij toch wel heel erg van dat bruin-oranje is. En die tinten die draag ik niet heel vaak. Maar ja... ik weet niet. Oh, op dit broekje staat hij eigenlijk wel heel erg leuk, hè? Als ik hem zo een beetje door de in doe. Alright. En de mouwen die zijn wel een beetje kort. Kijk maar. Dat is een beetje gek. Dat is zeg maar eigenlijk net te kort.
Maar voor de rest zit ze wel heel erg goed. Wacht, ik kom er even een beetje op terug. Ik zit mezelf nu te bekijken in de spiegel. En ik heb zoiets van, nou, op zich staat het wel weer heel leuk. Het is wel echt zo'n boom. Je hebt een leuke vallende top aan. En ik denk dat dit ook heel erg helpt. Achterkant is trouwens ietsje langer. Dus dat kan ook wel mooi zijn. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze top vinden. En sowieso ook van de rest trouwens. Dus laat maar een comment achter. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik vind hem wel leuk. Dan heb ik hier een nieuwe broek. En even kijken welke dit is. Oh ja, dit is een broekje die Larissa eigenlijk ook heeft besteld. En dat was een... Even kijken, wat voor model is het eigenlijk? Het is de ASOS Fairly High Waist Slim Mom Jeans. Dus een mom jeans. Maar ik vond hem super leuk staan bij Larissa. Zeg maar, sommige mom jeans staan echt heel erg mom. Dus dat je echt van die brede heupen krijgt. En deze lijkt iets meer straight. En ik wilde nog heel graag een nieuwe mooie zwarte broek die iets losser zit. En ik had hem al gepast bij Larissa en hij zat al heel erg goed. Dus ik hoop dat ik wel precies dezelfde heb besteld. Ik heb wel een langere lengtemaat genomen. Ik ben zelf 1,70 meter, maar mijn benen zijn best wel lang. Dus ik heb lengtemaat 32. Ik hoop dat dat genoeg is, want ik heb vaak lengtemaat 32 of 34. Ja, hij is heel mooi. Hij is heel lekker zwart en hij voelt ook lekker stevig aan. Dit is de broek en voor de gelegenheid heb ik eventjes een simpel t-shirtje aangetrokken. Zodat je iets beter kan zien hoe die nou zit. En hij zit super hoog. Ja, de lengte is ook echt gewoon perfect, vind ik persoonlijk. Alleen, nu komt hij. Ik had dus die van Larissa gepast en die zat echt perfect. Hij zat heerlijk, hij sloot goed aan. En ik trok deze net aan en ik had echt het idee van, oh, deze is kleiner. Ik pas er gewoon, nou ja, ik pas er wel in. Maar hij zit wel wat strakker, dus er kunnen twee dingen aan de hand zijn. Nummer 1 is, ik ben aangekomen na de feestdagen en had dus deze broek niet moeten passen nu. Want nu krijg ik een emotional breakdown. Nee, sorry, dat is niet waar. Maar ik ben dus iets aangekomen waardoor ik er niet goed in pas. Of 2, ik moet hem gewoon nog uitlopen. Want Larissa had hem wel echt een paar dagen al gedragen. En toen pas had ik hem gepast en een broek die, ja, dat loopt altijd wel een beetje uit. Dus, En dan is er nog iets en dat is dat ik me niet kan herinneren dat het kruis wat lager zit. Zeg maar, oké, dit is echt heel raar. Maar ik heb het idee dat het kruis wat lager zit. Waardoor je een beetje zo'n dingetje krijgt hier of zo. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Maar, of zou die hoger kunnen? Wacht even hoor. Oeh, jeetje. Oh. Oké, misschien had ik hem gewoon wat hoger moeten optrekken. Maar hij zit echt hoog. Mijn navel die zit hieronder. Sorry jongens, ik had hem niet goed aangetrokken. Hij zit nu ook veel mooier bij de billen. En ik moet zeggen, bij mom jeans heb ik soms het idee dat ik geen bil meer overhoud in zo'n broek. Dat hij dan een beetje los zit. Maar in deze vond ik het wel. Ook al toen ik die van Larissa had gepast. Dus vandaar. I like it. Ja, dit is toch wel een keepertje. Ik denk dat ik hem gewoon heel eventjes goed moet inlopen. En dat dan alles goed komt. En hij zit echt hoog. Dat is echt nice. Hier zit mijn navel. I like it. Dan heb ik hier weer een broek. En oké, ik zei net al tegen jou, ik heb eigenlijk te veel broeken. Maar er is één broek die ik altijd tekort heb. En dat is de zwarte skinny jeans. En ik hoor jullie denken van, hoe kan dit? Waarom ben je altijd op zoek naar zwarte skinny jeans? En I know, het is gewoon... Weet je wat het is? Een zwarte skinny jeans kan altijd. Dus ik draag hem heel vaak en dan verslijt hij als een gek. En ik was super fan van de Joni jeans van Topshop. Die is namelijk echt stevig. Die is heel strak. Ziet er lekker slank uit. Maar voor mijn gevoel vervaagt hij ook wel redelijk snel. Ik heb altijd dat mijn linkerknie is altijd vervaagd. Ik weet niet waarom. Misschien dat ik altijd op mijn linkerknie zit als ik mijn schoenen veterstrik of zo. En de kont op een of andere manier. Oh, sorry, het is echt super bewolkt buiten. Dus vandaar dat het licht heet switcht. Maar ik heb het op een of andere manier wordt de kont van mijn skinny jeans altijd een beetje wittig. Alsof het zeg maar... Ja, ik weet het niet. Ik fiets gewoon heel vaak. En mijn zadel is dan wel eens nat. Dus dat is het enige wat ik kan bedenken dat het gebeurt. Ja, ik weet niet of andere mensen er ook problemen mee hebben. Larissa volgens mij niet. Dus ik weet het niet. Maar ik vind dat heel vervelend. Want die broek zit dan zeg maar nog wel goed. Maar als je een witte kont hebt, dat valt gewoon heel erg op. Dus dan wil ik altijd topjes dragen die dan over mijn billen heen vallen. Maar die heb ik niet altijd. Ja, ik weet niet. Maar goed, lang verhaal kort. Ik vond het tijd waard om weer een nieuwe skinny jeans uit te proberen. Die hopelijk weer wat beter is. En ik heb deze keer eentje gekozen van ASOS. Dit is de ASOS Sculpt Me High Waisted Premium Jeans in black. Lengtemaat 34, dat is best wel lang. Zoals ik net al zei, ik heb 32 of 34. Maar in dit geval was de 32 sowieso uitverkocht. Dus ik ging voor 34. Zo ziet hij eruit. Maar is volgens mij wel stretchy. En hij is dus echt high waisted. Dat vind ik heel belangrijk. De onderkant ziet er ook wel strak uit. Het zou nog wel een toppertje kunnen zijn.
En hij is echt goed zwart. Daar hou ik wel van. Het moet zeg maar, ja, het kan natuurlijk wel een beetje washed zijn. Maar ik heb liever echt zwart-zwart. Nou ja, weet je, ik heb heel erg zin op deze passen. Ik hoop echt dat die goed is. Ik was een klein beetje bang dat ik heel veel moeite zou hebben om erin te komen. Maar het ging eigenlijk super soepel. Want deze broek is mega stretchy. En misschien is het wel mijn nieuwe favoriete skinny jeans. Hij is heel erg zwart. De lengte is misschien wel een klein beetje te lang. Omdat ik toch lengte maat 32 heb in plaats van 34. Waardoor die hier lichtjes een beetje zo gaat opkrullen. Het scheelt echt maar een centimeter of zo. Dus misschien kan ik het ook wel gewoon zelf inkorten. En voor de rest is hij ook echt super hoog. Ik had al gelezen dat het een hele high-waisted was. Dus hier zit mijn navel en hier zit dat ding. Het enige waar ik een beetje over twijfel is die wel strak genoeg? Omdat ik zeg maar dit kan doen. Het zit niet los of zo. Het zit eerlijk gezegd wel comfortabel. Maar ik ben een beetje gewend dat als ik een skinny jeans koop, dat ik hem op zo'n manier koop dat ik er gewoon bijna uitknal. Omdat hij toch wat losser wordt op den duur. Dus ik vraag me af, gaat dit straks te los worden of valt het me in? Want voor de rest sluit hij wel gewoon goed aan. En wat ik ook fijn vind is dat je hier zeg maar van die zakken... Oh, het zijn echte zakken joh. Oh, wat stom is dit. Het zijn gewoon echte zakken. Weet je hoe vaak ik een skinny jeans koop en die heeft wel nepzakken. Dat is echt frustrerend, maar dit zijn echte. Twee zelfs. En achter ook nog. Alright, oké. Okay. Nou, ik moet zeggen dat ik hier heel vrolijk van word. Alles past. Het zit heel erg lekker. Hij zit heel erg stretchy. Ik kan ook nog bukken. Dat is ook heel belangrijk. Heel erg blij met deze broek. Dus als je nog op zoek bent naar een goede skinny jeans, zou ik eventjes naar dit modelletje kijken. Nou, bij deze bestelling zat eigenlijk ook nog een hele mooie top. Maar die hebben we aan Serena cadeau gegeven. Dus die kan ik niet laten zien. Ik dacht eigenlijk dat ik veel meer had besteld. Maar dat valt dus nog best wel mee. Maar ik heb wel gewoon veel items besteld die ik nodig had. En vond ook wel weer heel veel lekker om lekker uitgebreid te shoppen. En mij kennende ben ik nog steeds niet uitgeshopt. Dus er zijn altijd wel dingetjes die ik nog wel zou willen hebben in mijn kast. En sowieso zou ik eigenlijk naast deze tops ook nog wel wat andere tops willen. Met iets kortere mouwen of zo. Dus waarschijnlijk blijf ik nog wel shoppen en blijven er nog steeds wel shoplogs komen. Ik hoop dat jullie het wel weer leuk vonden om te zien. Ook om mijn eerste reactie op kledingstukken te zien. Dan wens ik jullie nog een hele fijne dag. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!